welkom bij een nieuwe Inspire to Impact. Vandaag wil ik je inspireren en bemoedigen met een boodschap. Het ware geluk. Wat is nou werkelijk het ware geluk? Waar word je nou werkelijk gelukkig van? Nou, is dat misschien wat de wereld ons laat zien? Dat we door een partner te krijgen of zoveel mogelijk status of eer of diploma's te behalen of welvaart en rijkdom of door kinderen te krijgen, noem het maar op. Zijn dat de dingen waar we nou werkelijk echt gelukkig worden tot in het diepst van onze ziel? Ik geloof dat het enorme kostbare dingen zijn die we allemaal mogen doen in het leven en behalen en wat ons gegeven is. Maar wat eigenlijk tot in het diepst van onze ziel doordringt en verlangens beantwoord daarvan tot ware geluk, geloof ik dat dat iets heel compleets anders is. Tegenovergestelde misschien wel wat de wereld ons laat zien. En ik denk dat het ware geluk een diepe besef is dat jij en ik God nodig hebben. Een godsbesef. Dat jij en ik gemaakt zijn als mensen om in relatie en blijvende afhankelijkheid van God te leven. Ik geloof als je dat beseft, dat dat kan leiden tot een compleet nieuw leven en wereld waarin geluk daadwerkelijk ook echt geluk is. Jezus laat dat ons zien als hij op aarde is, de Zoon van God. Waarin Jezus zijn langste toespraak ooit houdt, loopt hij een berg op, neemt hij plaats, gaat hij zitten en vertelt hij de mensen het ware geluk. Gelukkig zijn de mensen. En dan begint hij te praten. En dan geeft hij gelijk bij zijn eerste openingszin, hij opent zijn toespraak daarmee. De sleutel tot dit ware geluk is nederig van hart zijn. Deze nederigheid is de sleutel om de deur te openen tot het ware geluk. Tot het besef dat jij God nodig hebt. En daarmee deze wereld en dit nieuwe leven kan openen. Nou, daarover deze nieuwe wereld en dit nieuwe leven en deze sleutel vertel ik aanstaande zondag meer over. Als ik mijn eigen toespraak hou hier in de schuilplaats in Ede, ben je van harte welkom 10:30 om meer daarover te horen. Je kan ook gewoon volgen via livestream of YouTube. Maar besef dat het ware geluk dus daadwerkelijk alleen komt tot een diepe godsbesef waarin jij en ik gemaakt zijn om in relatie met God te leven en blijvende afhankelijkheid van hem te leven. En de sleutel daarvoor een nederigheid is die jij en ik zal leiden tot een compleet nieuw leven. Heel bedankt voor het kijken en hopelijk tot zondag.